Ik ben meubelmaker van beroep. En mijn vader was ook meubelmaker. En als die meubel hier in 64 open ging, word je erbij om erin te gaan kikken. En toen al heb ik gekeken naar de Joodverbindingen. Dat was ook nog een schepentje op Sint-Jozef, ik heb zijn naam vergeten. Dat is de notendom van mij. Zegt hij, weet je hoe dat werd? Ik zeg, ik weet niet, wel, dat die weken die erop zitten, die nassen doen draaien. En dat weer dan meedraait en dat weer dat de commandant en dat het dan hier een steen stellen ligt en de boogte rondgedraaid wordt erover. Ik zeg, en zo moet dat ongeveer zien. Maar ik zeg, verder van de rest weet ik het niet. Maar nu de voorstelling was erbij. De receptie dat was in het Gezellenmuseum. En ja, zondag was hij weer open. Ik daar naartoe. En met de meunoor beginnen babbelen. Nee. Weinig mensen mogen de boven de rij gaan kijken hoe dat werd en doet. Ik heb dat mogen zien van die man. Ik kan zelfs Gunther nog mogen gaan spreken over de Vlaamse molens en het verschil van de Vlaamse molens met de Hollandse molens. En ze zijn verwonderd geweest. En als het gedaan was, het was dan ook s'avonds tegen hoofd, het was rood. Vroeg ze hem in, kom je morgen aan de zang zijn? Ja, dat stond me verwacht, jongen. De molens, wat ik nog gekregen heb van documentaties van hoe de dia's van hen dan zijn getrokken in het feest, dat is ongelooflijk. Dat is. Oh, er zijn schone momenten geweest met de meulens. Schone. Schone, schone. Lams, hier zijn Lams. Dat is de eerste meulenoord die hier op de molen gewerkt heeft. Je hebt dan hier nog verschillende. Dat is hier van Maurice Vienne die erin gezeten heeft. En toen hier mijn naam. Kijk, toen 93. En de bijzonderste om hem kunnen zien, Peter Heyvaart, 1837. Dat is de persoon die ook dit vertelde aan Guido Gozelle. En toen ook als hij erin zit, nu is hij dood in de meulen, zit hij leven in de meulen. Nu, je staat stil, het is gewind. Maar in feite, dat is hier een oudje licht aan het doen. En het kwam toen je dikste mensen hebt, ik word dronken. Oh, dat weet niet zoveel. Hij zei, als je klein was en in de wieg lag, is ze dat te schreeuwen. En moeder kwam af en ze schudde aan de ding. Hij zei, toen zweeg je. En hier ben je niet te roepen. Dat is gewoon, ik verstaan dat niet van de mensen soms. Kan ik een keer volk genoeg had en schone meisjes genoeg had, want dat heeft mij nooit bekoord. Ik kan het toetsen van meulen, ik kan het werken op de meulen. Toen van die schone meisjes hier naar boven kwamen. En ja, oh, zo wogen. En like, als je nu stoot en je daar schoon zit en je gaat naar het water en ze zouden de noemden ze daar niet. Ze zouden veel dieper erop dat het was. En het was de ogen zijn benoemd. Hoi, Marpen. Zei ja, maar ze pezen dat kunnen er gingen dragen. Hier zeg, aan hun neus. Hè. Ik ging schoon naar voren gaan, draai onderom. Ik ging kijk voor en zo wat. Maar Hunter, je had dat de hoek, je had dat twee cafés. En ze kosten ze naar mijn vrouw gewoon en zeiden, je pakt dat de meisjes vast. Hè. Hier zeg, aan hun neus. Hè. De molenmakers, of ik kan het zeggen, heel de molen, is één techniek die verre voor onze moderne tijd staat. Maar met die molens deze alles doen wat dat te moeilijk was met de wind of met de water gaat. Ik kan hier de weken weten intrekken in het jaar 1869. Dat ze zijn trokken nog op goede manieren en niet met de kronen. Prachtig om te zien. Maar kijk, als je nu kan zien, het is nu winter. Kijk,
Kijk naar dat panorama, naar rode torens dat je hier ziet. Is dat niet prachtig? Dat was alle dagen een ander zicht dan we eraan. Alle dagen een ander zicht. Ik zit nacht een brugling, Koende van Brugge. En ik zet hem her van voren en niet van achteren.